obviously. That's good. Congratulations. Thanks. Well done. Thank you. Joachim. Ja. Ja, ik heb genoten van deze middag. Ik heb genoten van de wedstrijd. Ik had eigenlijk vooraf, toen wij in de warming-up zaten, dan denk ik toch, ja, we zijn licht. We zijn nog zo aan het bouwen, terwijl die ook eigenlijk echt een team wat al op zijn fundamenten staat. Het is mij reuze meegevallen. Ik vind dat we eigenlijk een gelijkwaardige partij gezien hebben. Stand is 29-19 geworden voor Diok. Maar het had ook 15-15, het had 20-20 kunnen zijn. Nee. Maar laten we er zo meteen nog even verder over hebben. Want wij hebben hier Melle. Melle, kom even gezellig tussen staan. Ja. Hey Melle, jij, wij hebben de eer om jou te mogen feliciteren als Givaudin. Man of the match. Man of the match. Nou. Met je twee tries en je prachtige spel en je mooie steps die je gedaan hebt. Is er een overleg met je hele team. En de coach bepaalt dat jij man of the match bent. De Givaudin. Dus gefeliciteerd. Dankjewel, man. Goed gedaan. Gefeliciteerd. En we zijn trots dat je hierin dat je er bent. En dat je zo prachtig speelt, jongen. Ja, dankjewel. Wat, vond jij van de wedstrijd? Leuk. Het was vooral een leuke wedstrijd. Ik moet toegeven. Jammer dat we verloren hebben. Maar het voelde goed. De attitude was er. En we wilden rugbyën. En je ziet gewoon dat er heel veel potentie in het team zit. En daar ben ik gewoon heel erg tevreden mee op dit moment. Ja. Hey, en eerste wedstrijd ook met Garris als nieuwe hoofdcoach. Ik zag dat er veel doorgewisseld werd. Wat vond je ervan? Hoe ging je ermee om? Doorwisselen? Nee, ik snap het wel. Weet je. Het is natuurlijk een unofficial season op dit moment. En we willen gewoon heel veel wisselen. We gaan gewoon, je moet toch ook onthouden dat het natuurlijk een soort van preparation is voor het volgende seizoen. En zoals het er nu naar uitziet, zijn we vooral bezig met mensen de tijd geven om zichzelf te laten zien in het veld. En vanuit daar kunnen we mooi opbouwen voor volgend seizoen. En ik heb wel heel veel vertrouwen. En Melle, dan nog een vraag. Gareth is natuurlijk een beetje geleden hier gekomen. Ja. Zie je zijn invloed? Merk je zijn invloed op het team, op het spel al? Ja, nee, zeker. Het is heel grappig, want we waren eerst heel erg systeemgericht. En je merkt nu gewoon dat hij legde eigenlijk dit weekend of deze week de focus op attitude. Attitude. Hij zei ook letterlijk van, het maakt niet uit wat de uitslag is. Als we mijn attitude tonen. Als we maar met 200 km/u gaan. En ik denk als je de wedstrijd gezien hebt dat het wel te zien was. Buitengewoon, buitengewoon. Ja. We zijn onder de indruk van het team. En de inzet, de hardheid, de defense is enorm. Je geeft ook aan, dus we zijn aan het bouwen voor volgend seizoen. Ja. Betekent het ook dat we jou op deze velden mogen aanschouwen aankomend seizoen weer? Ik denk het wel. Kijk, denk nou, ik kan je zeggen, je dat bent voor ons gewoon een gooier. Je bent een echte man van onze hart. One of us, hè? Ja, one of us. One of us. Gooi forever. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, jongens. Dankjewel. En enjoy it. Ja, komt goed. Ja. Nou, dames en heren. Nee, het was, ik moet zeggen, je hebt helemaal gelijk. Even terugkomen op jouw eerder verhaal. Het was zeker een hele attractieve wedstrijd. Ja, en als je goed naar Melle luistert en het over attitude gaat. Die hebben we gezien. Die hebben we zeker wat gezien. Wat een geweldige, mooie pot. En het maakt hierin niet uit. Deze pot heeft geen verliezer. Ik zou eigenlijk, precies, dat ben ik mee eens. Ik zou eigenlijk met de captain nog even van Diok. De captain van Diok komt er ook nog even gezellig bij. Kijk, de oude rot van Diok. Gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Het was zeker geen makkelijke wedstrijd. Nee, dat was het zeker niet. Nee, we weten dat als we hier komen, dat we altijd een goed potje rugby voor ons kiezen krijgen. Ja. En dat was het vandaag weer. Ja. Ik moet zeggen, ik zag veel jonge jongens. Ik was zeer onder de indruk van jouw nummer 5. Ja. Ik denk dat jullie heel veel jonge jongens de kans nu aan het geven. Ja, zeker. Ja, we hebben een beetje natuurlijk twee groepen. Wat gasten die er wat langer spelen zoals ik. Wat ouder zijn, maar ook echt een heel groot gedeelte van het team. Met allemaal jonge gasten uit eigen jeugd. Die allemaal 18, 19, 20 zijn. En die maken nu ook al, nu al het verschil. En dat is mooi om te zien. Dat is leuk. Hoeveel van die jongens hadden jullie erin lopen zo ongeveer? Ik denk dat we wel 10 van de selectie van de eigen jeugd is. Die allemaal net 1 of 2 jaar senioren spelen. Geweldig, dat is goed om te horen. Ja. Nou, Joachim net wil ook tegen elkaar zeggen. Het is natuurlijk een competitie op het ogenblik nergens om gaat. En ik zie de wedstrijd heeft geen winnaar, geen verliezer. Dus een prachtig stukje rugbypromotie wat je ziet. En toch won die ook wel, hè? Niet vergeten. Nee, je hebt gewonnen. Nee. Absoluut, helemaal. Nee.
Maar, en ik denk ook verdiend. Ja, en, ja. Maar top. Ja. Maar ik moet zeggen, verdedigend, is dat waar jullie iets aan niet aan gewerkt hebben? Want ik zie dat jullie heel veel schakelen tussen verschillende verdedigingstypen. Ja, op een klopt, moment ja. heb je press en de andere blijft meer iets hangen. Ja. Is dat een bewuste keuze? Ja, zeker. Dat ligt natuurlijk net aan de situatie. Maar ja, we hebben gewoon het voordeel dat we een grote groep hebben. En gewoon ook heel veel gewoon echt rugby kunnen trainen op alle trainingsdagen. Dat we gewoon met 15 tegen 15 ook lekker kunnen ballen. En dan ben je juist echt dat soort dingen aan het trainen. En niet alleen iets in de lucht trainen, maar gewoon echt met volle oppositie. En dan zie je dat dat echt in wedstrijden zoals dit zijn vruchten afwerpt natuurlijk. Ja, het leuk om te zien. Ik zou zeggen, geniet van je overwinning. Gaan we zeker doen. Gefeliciteerd. Dankjewel. En ik wens je nog een heel fijne zaterdag. Top. En ik denk volgende keer zien we jullie in Leiden. Ja, zeker weten. En dan gaat het weer om het kampioenschap. Hey, bedankt mannen. Ik denk dat al onze spectators vandaag een leuke wedstrijd gezien hebben. Ja, ik hoop, wij bedanken jullie voor het kijken en het luisteren. Wij doen het met plezier en we gaan proberen de volgende keer er weer bij te zijn. Nou ja, over 2 weken dan hebben we weer Haarlem thuis. En dan hoop ik eigenlijk dat de meeste van onze online bezoekers zich ook weer gaan aanmelden om gezellig langs het veld te komen kijken. Ja, en meer dan welkom. Ik zou zeggen, iedereen bedankt. Tot ziens en we zien elkaar over 2 weken. Dankjewel.